there are some sins that you commit that you can't come back from, you know? No matter how hard you try. Op het café kom je heel veel mensen tegen. Je leert toch iets van het leven dat, ja, dat je grappig genoeg niet leert op school, op straat of op het werk. De bar is ook een heel belangrijke locatie in die film. Heb je veel bars moeten doen in Brooklyn voor je er een vond? Ik heb op zijn minst 120 bars gezien. Ja. Het is zo'n belangrijke plek in de film. Het is echt het universum van de personages, hè, waar het allemaal begint. Ja. En dan moest een café zijn met een enorme persoonlijkheid. Eigenlijk het equivalent van de Bruine Kroeg. Cousin Marv, thanks for the drink. Huh? En dan zijn we met het idee gekomen om op zoek te gaan naar bars die dicht zijn, die niet in de relatie. En hebben we er eentje gevonden die groot genoeg was en die enkel nog zo'n toog had. En dan zijn we daar alles beginnen breken en plakken. En ja, zo hebben we de bar zelf kunnen creëren. That is life. People like me come along when you're not looking.